nog een ijsje. 7 ijsjes. Nee, dank je. Oké, gaat het? Waarom zoveel paniek? Nou, ik ga het uitleggen, jongens. Ella gaat voor de eerste keer mee naar een première. Daar staan we dan. Het is geen rode loper, maar een gele loper vandaag voor jou. Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het vrijdag. Gisteren zijn we uit geweest. En ik moet verplicht mee naar het Stadshart, want... Ja, ik moet beddengoed hebben. Beddengoed. Ik heb dus blijkbaar geen beddengoed. Ik vind dat ik wel beddengoed heb. Ja. Ik heb gewoon een bed overtrek. Geen beddengoed. Daar kan je natuurlijk niet mee leven. Dus we moeten beddengoed halen. En vanavond ga ik heerlijk eten samen met Danny en zijn broertje. En misschien nog Gio, een andere Gio. We hebben het gevonden, El. Ja. Wat goed. Ik vind dit soort dingen altijd zo lastig, jongens. Maar blijkbaar is dit dus... We hebben deze gekozen. Dit moet lekker liggen. Yay! Yay! Ja, ik had er maar eentje en dat is inderdaad een beetje... Ik was hem wel, maar het is wel handig om het thee te hebben. Hè? Huh? Om een jaar alleen. Helemaal niet om het jaar. Ja. Niet waar. Oh. Nee, weet je wat gewoon een beetje het ding was? Vorige keer kwamen er problemen, omdat ik had mijn hoeslaak had ik in de was gedaan. En wij kwamen thuis om 10 uur en toen moest ik hem ook nog in de droger doen. En dat duurt dan 2,5 uur, dus het is gewoon niet handig. En het is altijd handig om gewoon eentje extra te hebben. En nu hebben we er zelfs 3. Nee, die andere is vies. Niet weggooien. Nee, maar we gaan wel even vaker deze hier op doen dan die andere. We zijn ook weer eventjes in de Bijenkorf en ik heb dus geen vest. Gewoon, ik heb geen één, ja, ik heb alleen maar truien en truien zijn niet heel erg praktisch. En ik zag dit vest hangen van Ralph Lauren en ik dacht, ja, ik vind hem wel leuk. Ik vind hem ook leuk. Maar? Voor mij is er geen maar hoor. Ja, hij is wel leuk, jongens. En een vest is wel gewoon lekker praktisch. Weet je wat? Ik doe hem. Nou, jongens, we hebben weer wat binnengekregen van de vriendenloterij. En wie weet hebben we wel weer wat gewonnen en kunnen we weer een belletje plegen. Ik ga hem openmaken. Oké, wat is deze keer ons prijzengeld? Wat kunnen we winnen? Als je 5 keer een ijsje hebt, dan moet je meespelen, want dan heb je sowieso 20 euro. Bizar, ja, bizar. 7 keer een ijsje, dan heb je sowieso 20 euro cadeau. Maar dan maak je ook nog eens kans... opbedragen tot 30.000 euro. Nee. Ja. Wow. Hier. Je speelt mee zolang je wilt voor 14,50 per lot. Oké, dus we kunnen deze even gaan openmaken. Ja. Misschien zijn we wel gewoon... We moeten even gaan krachten. Dus misschien krijgen we gewoon 30.000 euro, jongens. Wie weet. Ja, wel voor 14,50 per lot. Ja, precies. Het eerste ijsje, jongens. Ik zie een palmboom, slippers, een ijsje. Ja. Een ijsje. Waarom doe je het echt met die kant? Gebruik gewoon de andere kant. 2 ijsjes al, nu al. Dat is jammer. Oh, 3 ijsjes. Nog een ijsje. Godzijdorie, we moeten nog 2 ijsjes. Nog een ijsje, ja. Oeh, nou dan gaan we waarschijnlijk ook een 5 vinden. Zal je niet denken, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja! 5? Nou. We hebben al 5 ijsjes. Nou, dus we hebben sowieso 20 euro, hè? We gaan toch niet... Oh, 6 ijsjes. Nou, nee, we gaan toch niet 7... Dat zou wel echt bof komen, hoor. Oeh, nou, daar komt hij, hè. 1 en laatste. Nog een ijsje! 7 ijsjes! Zo! Oh, dat is bizar. Dus dat betekent... Dat we 20 euro cadeau kunnen geven. Ja, plus kans op een bedrag van 30.000 euro. Het is niet normaal. Goedemiddag, vriendenloterij. Hallo, met Vincent. Hi, ik ben een beetje helemaal, sorry, ja, even, ik begin even opnieuw. Ik ben een beetje hyped, want ik heb net een kraskaart gekregen en ik heb 7 ijsjes gekrast. En dan staat hier dat ik 30.000 euro heb gewonnen. Oh, oké. Okay. Doe je de kraskaart? Ja, de kraskaart. Ja, ik ben helemaal, hè. Ik denk dat gebeurt zeg maar niet vaak dat je wint. Maar heb ik nu sowieso ook geld gewonnen, of? Oh, geef niet. Want het is namelijk, ik moet ijsjes krassen. Ja, ijsjes krassen. En ik heb er 7, maar liefst. Ja, ik zie hier alleen de code. Ik zie wie zal het gekrast worden. Die zijn wel goed voorbereid. Ja, we hebben voor zover ik weet maar 1 ijsjescampagne.
één ijsje, maar nee, maar ik had er 7. Ja, ik bedoel 1 ijsje champagne. Oh. Staat er op de website bij. Oké. Wat, sorry, wat? Staat er ook een website onder? Ja, ga naar vriendenloterij.ijs/. Vriendenloterij.nl/ijs. Ja. Ja, dan kunt u die invoeren op de website. En dan kunt u dus de bon aanmaken. Oké, dat kost verder geen geld of zo, toch? Jawel, dat kost 14,50 per trek in. Maar dan ontvangt u gegarandeerd een bedrag van €20. En dan pas ziet u dus of u kan zeggen, maar op het overgegaan bedrag de 100.000 of 5.000 of €30.000. Dat vind ik wel een beetje flauw eigenlijk. Zeg maar, ik dacht eerst van ik kast hier en dan kan ik gewoon gelijk, weet je, want jullie sturen er mij op. Ik denk, ik heb gewonnen. Ja, nee, je moet wel eerst een nadeel aanmaken en dan pas ziet het. Oké, okay. Nou helaas, dan houd ik het op hier. Oké, okay, ja, helaas. Dank u wel. Graag gedaan. Heb je nog verder nog vragen? Nee, dank je. Oké, gaat het? Ja, gaat wel. Ja, sorry, ik was een beetje dacht dat ik eindelijk een keer had gewonnen. Ja, nee, helaas. Het zou nog wel zo kunnen zijn dat u een lot aan hebt, dat kunt u nog wel zien. Oké. Okay. Ja. En mocht u dan niet meer mee willen spelen, kunt u altijd uw lot stopzetten dat het gaat. En dan kunt u gewoon naar dit nummer bellen. Maar wel maandelijks hoop ik, toch? Ja, toch, maandelijks inderdaad. Oké, okay. Top. Oké, dan niet getreurd en komt wel goed. Ja, fijn weekend. Ga je nog wat leuks doen vanavond? Ja. Werken. Oh, nice. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben even helemaal uit de moed. Ja, nee, misschien is het, misschien is het even op uitgaan, dan heb je gedacht om herhalen. Oké. Okay. Nee, als je dan verder geen plan geeft, dan is het nog een fijn weekend. Zelfde. Dankjewel, doei. Ja. Oh, arme meid. Arme meid. Oh, ze was wel lief. Ze zei me dan zo van, nou, ga dan eens even lekker op uit. Gewoon even je hoofd leegmaken. Maar jongens, verdorie. Weer niet gewonnen. Maar wat een onzin eigenlijk. Je moet eerst 14,50 betalen. Dan krijg je sowieso €20. Ja, maar dat is dus het hele leuke. Kijk, jullie begrijpen dat ook wel. Maar ik denk niet dat ik echt heb gewonnen. Dus voor de mensen die denken van, oh, hij denkt echt dat hij heeft gewonnen. Nee, dat denk ik niet. Maar ik vind het gewoon juist grappig om te bellen. Kijken wat ze zeggen. Want ze maken altijd, je hebt eigenlijk, zeg maar, volgens dit soort kaskaart heb je altijd gewonnen. Maar je hebt nooit gewonnen. En dan moet je weer maandelijks geld gaan betalen. Maar helaas. Godzidori, Wim. Hey, beter kan het niet. Heerlijk. Ik heb het gevoel dat ze ons altijd gunnen hier. Alles weer aankomen. Dat dwing je af. Dat dwing je af. Als we weer aankomen, krijgen we altijd gewoon zo'n plekje. Dan zeggen we, we hebben nog wel een plekje. Vervolgens zit je gewoon heerlijk. Zo lekker buiten zo. We zijn aan de gastenlijst. Gastenlijst, ja, zeker. Godzidori, zeg. Wat ziet dit er goed uit. Had jij vlees besteld? Ja, ik had vlees besteld. Bizar, hè? Eigenlijk. Hoe dit gaat. Oh. Niet normaal, jongens. Nou, lekker eten. Jongens, ik heb een nieuwe vest aan, want het is vandaag een soort van twijfeldag. Het is lekker weer en een beetje warm, maar ook weer niet heel warm. En ik ga thuis eten bij mijn pa, barbecuen. Dus ik dacht, ja, weet je, het is gewoon perfect als je even een lekker truitje aan hebt. En jongens, ik ben er blij mee. Het ziet er goed uit. Maar wat ik net in de lift zei, ik ga vanavond bij mijn pa eten samen met mijn broer. Want mijn moeder die is in Turkije aan het detoxen. Hartstikke leuk. En ja, die gaat daarheen en dan moet ze de hele week sapjes drinken. En ja, dus mijn pa die is alleen thuis en die vindt het wel gezellig als wij komen eten. Maar ik neem ook mijn padelracket mee, want we gaan daarna gaan we padellen in Zandpoort. Maar ik ben even benieuwd of ik hier... Ik dacht dat ik hier... Oh, hier, sportshirt. Kijk eens even. Ik heb altijd wat in mijn achterbak liggen. Kijk, hier is mijn taxi. Hi, Uber van Vis Visser? Ja, dat klopt. Oh, top. Kan ik mijn spullen even achterin leggen? Vooruit kan. Oké, okay, top, dankjewel. Kijk, daar staat hij in de regen. Daar staat hij dan in de regen. Doei doei! Zo! Kan hij hier staan? Ja, hij kan hier staan. Ja, wel. Zo jongens, we hebben heerlijk even gebarbecued in dit fantastische zonnige weer. Pas op. Zo. Kleine oude vrouw. Maar we hebben gebarbecued in dit weer. Alleen wij hebben bij ons thuis, bij ons ouderlijk huis. Is het gek als ik dat steeds ouderlijk huis? Klinkt heel gek. Nee, een beetje heftig. Ja, bij ons, ja, maar wat moet je dan zeggen? Vorige huis. Ja, het is lastig. Nou ja, ouderlijk. Het huis van mijn papa en mama, daar hebben we gebarbecued. Maar die hebben zeg maar een soort van afkapping achter in de tuin.
Dus we konden gewoon gezellig barbecue. Afkapping. Dat is toch een Een overkapping. Een overkapping. Ja, godzijdank. Lekker bezig jij. Ik heb vandaag de aanhanger wint. De aanhouder. Ja, ik zei de aanhanger wint. Met het aanhouden. Ik heb veel spraakgebrek vandaag. Maar goed, we gaan nu padellen. En ook weer in dit hartstikke lekkere weer. Nee, gelukkig niet. We gaan lekker binnen padellen. Hey. Zo, het is lekker cool mijn auto zeg. Dames en heren, jongens en meisjes. Een hele goede morgen. Gisteren zijn wij in de avond gezellig uit geweest in Amsterdam. Alweer jongens. Twee keer per week nu. Maar goed, wat ik nu ga doen. Ik ga Ella ophalen. En die heeft een beetje stress. Die is een beetje in paniek. En die is allemaal druk bezig. Die heeft me nu al 5 keer gefacetimed. Maar jullie vragen jullie af. Waarom? Waarom zoveel paniek? Nou, ik ga het uitleggen jongens. Ella gaat voor de eerste keer mee naar een première. En het is een hele leuke première. Het is een première van Bombini Holland 3 of 4 volgens mij. Dat weet ik niet zeker. In Rotterdam is het. Maar ik weet zeker, het wordt wel een hele leuke première met veel mensen. Zoals bij elke première is er een rode loper waar je foto's moet maken. Maar zij is helemaal in de stress. En ze denkt van, hey, is dit leuk? Is dit een leuke outfit? Dus die is helemaal in de stress. En die vraagt, die hebben al 5 keer gefacetimed. En die vraagt van, is dit een leuke outfit? Is dat een leuke outfit? Dus ja, het is hartstikke schattig. Maar goed, ik ga het even ophalen. En dan ga ik weer terug naar dit mooie huis hier. Want ik ga natuurlijk niet zo naar de première, jongens. Dit werkt natuurlijk niet. Dit is niet première waardig. Het thema is Summer Glamour. Dus Ella doet een blauwe jurk aan, maar dat zien jullie straks wel. En ik ga denk ik een soort van roze colbertje aandoen. Wel met deze bril ook, want die is precies dezelfde kleur als het colbertje, bijna. Dus ja, ik weet nog niet zeker wat ik aan ga doen, maar ik ga iets leuks in elkaar flansen. Komt helemaal goed. Er is er één zenuwachtig, hoera. Ik ben niet zenuwachtig. Hele tas mee. Heb je nou je jurk mee? Ja. Zit die erin? Dat ding, dat blauwe ding. Ja. Oh. Oké. Nou, top. Wat doe je nou? Ik spuit haarlak in mijn oog. Dat is niet goed, hè? Nee. Nou, jongens, kijk, dit heeft Ella aan. Wat leuk. Een blauwe jumpsuit. Kan je er ook in springen? Ik twijfel een beetje. Ik weet niet of je het leuk vindt wat ik aan heb. Jezus. Dit is onze gender reveal, jongens. Ik vind het niet leuk. Ik vind die broek niet leuk. Maar heb je dan een andere? Nee. Nee. Oké, jongens, ik ben eruit. Het wordt dit roze colbertje. Ella doet deze mooie blauwe jumpsuit aan. En ik heb mijn schoenen aan die ik in Parijs heb gekocht. Gewoon een zwarte, ja, soort van joggingpantalon. En een mooi blousie. En mijn cachetbril op. Jongens, ik denk dat we zijn helemaal klaar voor, joh. Ja. Zullen we dan maar gewoon gaan? Ja. Yay! Daar staan we dan. Het is geen rode loper, maar een gele loper vandaag voor jou. Leuk, hè? Wat zeg je? Goud met glitters. Leuk, ja, dat is vet, hè? Eerste keer op de rode loper. Normaal, hè? Ja. Oh. Nou, jongens, ik ben benieuwd. Ik doe hem zet, zet maar op. 32, hè? Hey, maat, wij lijken een beetje op hetzelfde. Hetzelfde schoentjes aan. Ja. Colbertje aan. Alleen dezelfde vrouw niet. Nee. Eerste keer over de gele loper. Hoe was het? Ja, leuk. Leuk, hè? Allemaal fotootjes maken. Hey, over de rode loper gaan, blijft een soort van een beetje ongemakkelijk. Want ja, je loopt er gewoon langs en zegt de camera van, yo, hier, even een fotootje maken. Maar soms weet je niet of je moet doorlopen of dat je moet blijven stilstaan. Dus dat is een beetje ongemakkelijk, maar je bent geslaagd. Ik ben geslaagd, yes. El, we zijn op beeld. Kijk jongens, daar staan we. Lelijk. Hoezo lelijk? Ja, ik vind mezelf gewoon altijd lelijk. Jij moet niet zo onzeker zijn. Ja, maar Tim zegt nou eerlijk, ik ben echt niet zo zien. Ja, kijk, we zijn er dus een beetje achtergekomen. Ella die is echt super leuk op beeld, vind ik. En dat echt ook fantastisch. Maar foto's is een beetje lastig bij jou altijd. Ja, maar, ik weet waar wel daardoor komt. Wat mijn dit hangt een beetje. Echt, kijk, het hangt er een beetje waardoor... Loe jij? Er hangt schaduw op mijn ogen. Gelul. Niet, echt waar. Oh jongens, ik ben wel benieuwd hoor. Dit is wel een leuke film. Johnny. Nee, nou, Pieterik. Mensen vinden het meteen wel te vies, hè? Ja, ja, hè? Toch vies? Wil je mij ook zo? Nee. Oh, lekker zeg. Zo is je nek. Ik heb ook een hele rare teken. Hè? Huh? Ik heb een hele rare teken. Nee, val wel mee. Het is te doen. Ja, ik kan allemaal trucjes met mijn teken. Laten we in de zaal zitten. Bijna, je bent een beeldding! Oh, vrouwen op hakken.
Het is vreselijk, jongens. Het is vreselijk. Kruikens. Goedemiddag, morgen. Het is tijd om de auto in te gaan. Het is tijd om te gaan padellen. En Wim, je bent weer na een lange tijd weer terug. Back in the game. Het voelde echt lang geleden of zo, dat je was. Wat is de laatste keer dat je hier bent geweest? Vorig jaar? Vorig jaar zomer, ja. Ja, maar je woont nu pas sinds de winter. Ja, toen we naar de bezichtiging gingen. Ah, bezichtiging. Nou jongens, we gaan even lekker padellen samen met Koen, die komt er ook heen. Ik ga dit recht houden, zie je? Dit kan natuurlijk. Nee, dit is vreselijk. Nee, iets meer. Ja, perfect. Oh. Oh, mooi zeg. Nou jongens, waar zijn we? En het is druk. We moeten even kijken welke baan we nou uiteindelijk nu... Volgens mij is achter nog plek. Ja, moet je even kijken. Achter is nog wel plek. Hey Koen. Zijn we weer. Hoe is die jongen? Ja, lekker. Hey, ik heb besloten dat we vandaag geen team moeten zijn, denk ik. Oké. Okay. Ik denk dat ik met Willem moet. Ik denk dat iedereen ze wel kent. Air Force One van Nike. Dat zijn eigenlijk gewoon deze schoenen. Gewoon witte, hele simpele witte schoenen van Nike. Maar het is gewoon gek, want je kan ze nergens kopen. Niet eens op de Nike site, bij geen enkele andere winkel. Gewoon helemaal nergens. Maar gelukkig heeft Kiko Kick ze wel. En die zei van, kom ze even lekker ophalen. Dus ik ga eventjes mooie, nieuwe, witte schoentjes ophalen. Zo jongens, ik ben hier die schoen ophalen. Maar er staat daar een dikke GT4. Echt hard, heel hard. Maar kijk, wat ook hard is, is dit. Witte Nike Air Force's. Oh, lekker jongens. Maar ik ben wel benieuwd hoe lang deze wit blijven. Want ja, witte schoenen zijn leuk en mooi. Maar ze blijven soms gewoon niet zo lang wit. En helemaal. Kijk, als je op deze ding uitgaat. Of het gaat één keer regenen en er ligt overal modder. Ja, dan is het al klaar. Maar gelukkig is dit leer. Dus kan je het wel gewoon lekker mooi eraf vegen. Maar jongens, ik ben er blij mee. Sowieso thanks Kiko Kicks, jongens, voor je schoentjes. Ga checken, jongens. Ga checken. Oh, jongens, mis. Kijk, ik lig nu heerlijk in bed. Lekker te editen. Maar het blijft heerlijk om gewoon lekker naar buiten te kijken, die lampjes te zien. Ah, jongens, dit blijft top. Jongens, ik wil toch even wat zeggen, want ik moet toegeven dat ik de laatste tijd vloggen lastig vind. Ik vind het moeilijk, omdat ik niet heel veel echt hele leuke dingen doe, waardoor ik zelf de content ook wat minder vind. En ik zie ook gewoon echt aan de kijkcijfers dat... ja, zeg maar dat het gewoon echt wel een beetje naar aan het dalen is. En ik zat een beetje te kijken waaraan het lag. En het is niet per se omdat jullie het niet leuk vinden blijkbaar. Ik heb het ook op Insta gevraagd. Alleen het YouTube algoritme is ook echt dat ik denk van... Hoe werkt het? Hoe zit het in elkaar? Kijk, want vroeger werden mijn video's echt heel vaak voorgesteld aan jullie. Dus gewoon dat het in je homepage kwam en zo. En ik kan het allemaal op de YouTube-app zien. Maar nu wordt het gewoon bijna nooit meer aanbevolen bij mensen. Dus ik weet niet wat de reden is. Maar goed, het maakt me niet uit jongens. Ik blijf doorgaan zolang jullie het leuk vinden. En zolang er mensen kijken die er blij van worden en die het leuk vinden, ga ik gewoon door. Maar goed jongens, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Dus bedankt voor het kijken. En vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat zou ik echt heel erg nice vinden. En dan spreek ik jullie bij de volgende vlog. Later.